Vanavond stond in het Spectrum de informatiebijeenkomst Help Mijn Kliko is vol plaats. Bijna 100 belangstellenden kwamen met vragen over het scheiden van afval. Maar is het allemaal duidelijk geworden? Ja, dat denk ik wel dat het duidelijk is geworden. Mensen konden hun eigen vragen inbrengen. We hebben expres een avond georganiseerd met weinig presentatie. Maar een introductie van 5 minuten en alleen maar vragen. Feitelijke technische vragen van mensen. Van hoe moet dit en hoe moet dat? Wat mag bij welk afval? En waarom is het zo geregeld? En op al die individuele vragen is antwoord gegeven. Dus ik vond het een geslaagde avond. En ik vond het fijn trouwens ook dat de mensen hier niet kwamen om te mopperen. Of om, om tekeer te gaan tegen de politiek en tegen besluiten. Maar ze wilden gewoon informatie. En die hebben ze denk ik gekregen, ja. Het is 99% duidelijk geworden, maar het piepschuim dat om de tv zit, dat is dus vergeten. Kan gebeuren. Maar verder moet ik zeggen dat alle de berekeningen van mij met 240 liter kliko's en die met 140 liter kliko's, blijkt uit die berekeningen dat 2019 met een maximale aantal keren aan de stoep zetten goedkoper is dan 2018. Nou, alles duidelijk vind ik niet. Ik vind niet alles duidelijk geworden. Dus er blijven gewoon best twijfelgevallen van hier of daarbij. Dat blijf ik gewoon houden. Vooral als je verpakking hebt, daar gedeeltelijk plastic in zit en gedeeltelijk papier. Hoe moet ik daar van elkaar gaan scheuren en apart gaan scheiden? Ja, dat is mij niet allemaal duidelijk. En ook het blik. Ik vind ze willen eigenlijk allemaal steeds minder restafval produceren. En dan moeten we eigenlijk het blik bij het restafval doen. Ik vind dat eigenlijk niet, terecht. Weet u nou waar u het blik moet laten en waar u de plastic verpakkingen moet neerleggen? Ja, blik in de restafval. En over een tijdje, dat is een wensgedachte van de gemeente of de politiek, dat die op een andere plek terechtkomen. Maar dat is nu nog niet aan de hand, dat is nu nog in het restafval. En plastic in de plastic zakken en aan de kronen. En als mensen geen kronen hebben, op een verzamelplekje. De bijeenkomst is afgelopen. Wat vond u van de vragen? Waren ze voor verrassend? Nou, de vragen aan zich waren niet verrassend. Maar er zijn een aantal pijnpuntjes genoemd. Ja, die moeten we als gemeente gewoon netjes laten regelen. Ja, dat gaan we regelen. Ja, want waar liggen bij mensen nog echt problemen als we kijken naar het scheiden van afval? Het probleem zit bij heel veel producten die op de grens zitten. Dat je niet weet, is dit nou plastic of is het hard plastic? En mag hard plastic dan wel? Wat doe ik met het blik? Waar laat ik mijn luiers? Dat zijn allemaal van die bijzondere individuele vragen die mensen hebben over de twijfelgevallen. We weten allemaal dat het gras dat bij het GFT moet. Dat is niet zo heel moeilijk. Takjes van bomen kunnen er ook bij. Maar wat doe ik met een stuk hout? Is het ook nog GFT of niet? Nou, al dat soort vragen kwamen hier voorbij. En denkt u nou dat voor de inwoners van Meijerhuis het duidelijk is geworden hoe ze het afval moeten gaan scheiden? Nou, deze mensen vanavond is mijn indruk van wel. En natuurlijk buiten deze avond, alle mensen die niet zijn gekomen, dat is natuurlijk voor mij ook een vraag.